Ik weet niet hoe dit glas leeg gaat, maar dat doe jij heel snel. Dat is wat ik zeg. Ja. Ik ben dus altijd de sjaak met dit programma. Is dat ik uiteindelijk degene ben die drunk hier uitkomt. Drugs en seks. Ja, dat had ik wel eigenlijk als eerste verwacht. Zit mijn pony nog goed? Ja. Mijn haar is zo hard. Je hebt gewoon een helmje. Somebody is spreading a crazy rumor about me. Jongens, welkom bij weer een nieuwe video. Het is tijd voor een nieuwe gossip. En vandaag zit ik hier met de enige echte, Gwen van Poorten. Yes! Voor wie gossip niet kent, dit is de serie waarin we roddels over mijn gasten gaan ontkrachten of bevestigen. En ondertussen gaan wij champagne drinken. En is de eerste vraag altijd hoe het met je gaat? Gaat goed. Ja? Gaat goed. Wat ben je allemaal aan het doen? Ik ben bezig. Ik start morgen met een nieuw programma voor RTL voor de zomer van 8. Ga ik de hele zomer heel Nederland door om te doen wat ik het allerleukst vind. Met een camera, reportages maken. Oh, wat heerlijk. Met allemaal normale mensen. Ja, precies. Woehoe! Laten we gewoon eerst even met champagne beginnen. Ik wist dat ik hier naartoe kwam. Ja. En ik had gewoon al in de Uber zin in champagne. Cheers! Ik vind mijn werk heel leuk. Mijn werk is echt naast mijn echte liefde, mijn grote liefde. Dus toen ik hoorde de hele zomer gas geven. Ik ga bijvoorbeeld dan ook weer naar de Zwarte Cross. En denk ik, yes! Maar ik ben weg met BNN. Ja. En ik mag nu alles. Dus hoe voelt dat? Want ik kreeg heel veel vragen inderdaad over dat je überhaupt niet meer daar bent natuurlijk. Daar associëren mensen jou wel heel erg mee, met BNN. Ja. Heb je nu het gevoel dat er opeens een wereld weer voor je open gaat? Weet je, dan kwamen er leuke klussen binnen of een vette reis of een mooie samenwerking met een merkje. Leuke content bedenken en dat kon allemaal niet. Maar ik wil alles. Ik wil televisie, online, radio, Instagram. Ik wil gewoon, ik ben echt net weg. Dus ik merk dat ik gewoon, ik merk wel dat je hebt wel de hype-energie die je nodig hebt. Ja. We gaan beginnen met de eerste roddel. Onlangs een trip gemaakt naar Mexico en Cuba. Ja. En ik kreeg heel veel roddels binnen over dat jij het niet zou hebben kunnen vinden met de meiden die mee waren. Echt? Ja. Speciaal met Joeltje en Anneke. Anneke. Ik snap niet waar dat vandaan komt. Nee, ik kan met Anneke zelfs, wij gaan samen sporten. Nee, dat klopt niet. Ik vond iedereen hartstikke lief en gezellig en aardig. En ik had wel het gevoel, juist dat ik bijvoorbeeld Lizzie Peridon heb ik amper gesproken. Lizzie van der Licht had ik niet zoveel gesproken, vind ik super lief. Mm-hmm. Je hebt me met zo'n grote groep. Ja. Ik vind het zo interessant hoe mensen Ik denk persoonlijk dat het is omdat het voor heel veel mensen niet te behappen is dat een grote groep meiden goed met elkaar zou kunnen gaan. Ja. En we hadden het net off-camera erover, maar hoe vond je het om voor het eerst mee te zijn op zo'n influencer-trip, om het zo te zeggen? Ik heb het een aantal keer eerder gedaan dit jaar. Ik heb het gevoel dat ik wel een beetje weet hoe het werkt, alleen als je er bent, het is gewoon voor je onzekerheid. Weet je, je hebt zoveel mooie meisjes die de mooiste hoekjes vinden om foto's te maken, is niet per se mijn kracht of zo. Ik zie een staalplek en dan denk ik, hoe? Ik herken het niet eens. Nee. En je maakt foto's en er zitten ook heel veel lelijke foto's tussen. En het is gewoon een soort triggertje onzekerheid. Je bent gewoon op. En iedereen ziet ons achter in die cabrio's en je ziet al die, die mooie momenten. Maar besef dat we in 4,5 dag dit allemaal hebben gedaan. Ja, en dat is echt 24 uur in Cuba en dan 3 dagen in Mexico. Maar het is ook echt waar wij het over hadden, dat het bizar is wat je als vrouwen met elkaar kan doen. Terwijl iedereen heeft dit, want ik had Mickey daarvoor op de bank en die was echt best wel nerveus om überhaupt op die trip te gaan. Want die zei, ja, iedereen is zo mooi en ik moet dan in bikini en zo. Dus we voelen het allemaal, maar blijkbaar triggeren we dat ook bij elkaar of zo? We hebben het er ook over daar met elkaar. Over iedereen heeft zijn eigen onzekerheden. Ja. En voor jullie beleving, het is vaak zo dat er dan verschillende outfits worden meegenomen op één dag. Dus iedereen loopt met een tas en die loopt met een koffer. En er zitten allemaal outfits in. En in ieder hoekje wordt dan een foto geplaatst. Dus de hele dag door. De hele dag door. En als begint je daar al bij het ontbijt niet zo goed in bent, zoals mensen denken altijd dat ik daar heel goed in ben, maar iedereen die mij kent kan het beamen. Ik ben er niet zo goed in. Ook ik ben fucking lui. Dus ik heb gewoon oprecht niet de energie om een tas mee te nemen met extra kleren. Ja, je wil gewoon perfect en mooi en leuk zijn. En als je dat een aantal dagen achter elkaar hebt, dan
word ik daar een beetje recalcitrant van. Dan ben ik gewoon thuis en ben ik gewoon in mijn trainingsbroek. En zonder make-up. En dan ben ik zonder met mijn outfit. Arme jongen. Die ziet dan een soort van troll de hele dag op de bank zitten. Ja, hij kent het niet meer. Oké, maar dus geen ruzies. Dat is dus wat iedereen nee. denkt. Jongens, geen ruzies. Nee, en ook ik vind het zo raar dat mensen dat met mij denken. Want ik voel me altijd soort van nou, zo neutraal. Dit is dus de tweede gedeelte van de roddel. Mensen denken sowieso dat jij best wel veel ruzie hebt met veel vrouwen. Want ze denken ook dat jij onder andere ruzie zou hebben met Shelly Sterk, of dat je haar niet zou mogen na roadtrippers. En bijvoorbeeld Sylvana van Dumpert. Dus mensen, bij jou is de perceptie dat jij met veel vrouwen... Dat is niet waar. ...niet goed door één deur kan. Nee, ja, roadtrippers was gewoon een gekkenhuis. Ja. En Shelly woont in Den Haag en Tess in Amsterdam. Dus ik zie Tess vaak. En ik denk dat het met Shelly hetzelfde was als zij hier zou wonen. En Sylvana vind ik echt de topper. Nee, ik heb echt nooit ruzie met vrouwen, ook niet. Je zou je vriend bewust uit de media houden omdat je je eigenlijk voor hem schaamt. Ik heb wel over dit soort dingen nagedacht. Dat mensen dat misschien denken. Als in, waarom zou ze in godsnaam haar vriend amper laten zien? Het is echt nu een beetje meer aan het worden. Omdat ik hij is hartstikke knap ook. Ja, en ik ben super trots op hem. Alleen, hij heeft hier niet voor gekozen. Nee. En ik zou nooit willen dat hij iets doet en dan met een vingertje naar hem wordt gewezen. Terwijl dit is mijn shit. En ik dacht vroeger altijd dat bekend worden helemaal de shit was. Ik weet ook dat ik bij de uitspraak van mijn daar ouder... mooi even op terug. En dan ging ik wel eens dromen over eigenlijk wat ik nu heb. Heel random. Ja. En dacht ik, eigenlijk kom je een ruimte binnen en ben je echt de shit. En wist ik veel dat het dit zou zijn. Mijn vriend zegt wel eens, heb je oprecht nooit over nagedacht? Dat nee, het ik zo ook oprecht zijn? Nooit. Nee. Nee. Die andere kant wil ik hem niet mee lastigvallen. Maar ik ben wel super trots op hem. Hij is super leuk. Hij is super knap. Dus het is een soort struggle. En ik kan het ook niet hebben. Je mag over mij alles zeggen. Maar je moet niet over de mensen waar ik van hou. Mijn ouders, mijn vriend. Als er dan iets wordt gezegd, dat raakt me zo diep. Dus het is een balans. Omdat hij natuurlijk best mysterieus is, denken veel mensen dat jullie een open relatie zouden hebben. Nee. Dat is het absoluut niet. Nee. Maar ik zou... Nee, we hebben geen open relatie. Zou je dat kunnen? Nee. Ik zou niet weten. Ik moet echt ook mijn best doen dat we wonen samen. Dat die relatie goed werkt. Ik ben veel weg. Ik ben veel aan het werk. Hoe moet ik dan in godsnaam ook nog iemand erbij? Ik heb het zo warm. Heb je het heel warm? Ik zou je... Misschien door die roddels. Ik wil even zeggen dat ik wel echt een broek aan heb. Voor het geval jullie denken dat ik geen broek aan heb. Want je ziet geen broek. Wel bij je image. Ja, ja precies. Helpt dit een beetje? Oh, dit is, het is wel mooi Beyoncé-wind ook. Oh, Xander! Oh. Dat is oké. Hallo. Ja, heel simpel. Je zou heel veel drugs doen privé en ook seksverslaafd zijn. Ja. Ja, kijk, wat wil je in godsnaam als je spuit en slikken hebt gepresenteerd? Ja. En ik ben daar gewoon heel open in. Dus ik merk ook wel dat heel vaak in interviews dat daar mensen beantwoorden de vragen niet die ik wel beantwoord. Want ik vind het hypocriet als ik er wel een item over heb gemaakt. Dus dan gaat het vaak over seks. Mm-hmm. En dan staat vaak in de tump, in de clickbait. Ja, als je mijn naam zoekt, het gaat alles over seks. Omdat mensen daar ook een beetje gebruik van maken. En ik niet echt nee kan zeggen als het daarover gaat. Nee, ik denk een gezonde dosis van alles. Ik kan gewoon niet echt heel hard feesten combineren met mijn werk. Want het is niet dat ik dan achter de camera kan gaan staan of zo. Ik kan het niet handelen. Ik kan het niet goed combineren. Dus nu is het druk en ik ben heel... gisteren heb ik wel een paar drankjes gedaan, maar ik kan niet regelmatig door het geluid heen gaan. Maar het is niet dat jij 4 dagen per week snuivend en aan de MDMA op Leidse staat... Zeker niet, zeker niet. Nee, zeker niet. Seksverslaafd ook niet echt. Nee. Ja. Maar mensen denken ook dat je biseksueel bent en dat je met heel veel vrouwen... Voor life denken mensen dat al. Heb maar je juist... veel geëxperimenteerd met vrouwen? Nee, helemaal niet. Ik helemaal niet totaal... gewoon? Nee, ik heb ooit 1 keer met een meisje gezoend. Nou. Heel lang geleden, maar ik... val echt helemaal niet op vrouwen. Al had ik het wel leuk gevonden. Want dan kan je van allebei wat. Plus... Hoe komen mensen hier nou weer bij? Dat weet ik niet. Maar ook alle lesbische vrouwen denken altijd dat ik lesbisch ben. Ik vind vrouwen super mooi. En ik kan een vrouwenlichaam ook heel erg waarderen. Ik kan er gewoon niks mee. Je hebt dus geen open relatie. Nee. Ik zie je niet naar een swingersclub gaan of zo. Nou,
misschien onherkenbaar om... Nee, niet met mijn vriend, gewoon wel voor een item. Ik vind dat soort dingen namelijk wel... Ja, voor een item lijkt het me ook fascinerend. Ja, want ik heb dus al die fetish dingen gedaan. Gwen zoekt een fetish. Ja. Met voeten, met SM. En ik kan ook oprecht, vind ik het dan... Oh, ik kreeg ook een vraag dat ze onze voeten wilde likken. Ja, dat gaan we niet doen. Ja. Ja. Nou ja, ik heb dus wel voor zo'n item een voet in mijn mond gehad. Ja! Van een onbekende? Ja. Nou, die items gaan best wel ver, omdat ik gewoon heel graag wilde onderzoeken of ik zo'n fetish had. En toen zei de redactrice, eindredactrice, ja, ik weet niet, je kan niet gaan onderzoeken als je het niet zelf gaat doen. En ik vond het ook Vond je het opwindend? Nee, totaal niet. Maar ja, nee. Is die voet dan net uit een schoen? Of is dat nee, is wel gewassen. Oké. Okay. Ja, maar dat soort dingen denken mensen allemaal... En ik geef dan ook een eindconclusie. Nou ja, dit is wat ik ervan vind. Dit is hoe het in elkaar zit. En dat is het niet. Maar daar kijken mensen nooit naar. Ze hebben gewoon een beeld. Ik zou het wel heel druk krijgen als ik al die... Ik weet nog steeds het meervoud van fetishen. Als ik ze allemaal had. Je zou met veel BN'ers het bed hebben gedeeld. Nice. Waaronder Jet Rebel en Jan Versteeg. Jan sowieso. Mag ik die in twee camera's bevestigen? Niet. En Jelte wel, want ik heb even heel kort verkering gehad met Jelte. Ja. Dus wat, ja, en als je dan verkering met elkaar hebt, dan heb je ook wel seks als met het elkaar. Goed is wel. Het kan ook, nou ja, Jelte kan ook wel in een flow zitten dat hij even helemaal... Niks. Nee, dat was echt ver daarvoor. Ja. Maar was die relatie echt? Ja. Maar ik kwam net bij BNN en er gebeurde een hele hoop. En ik deed een dagelijks programma en mensen... Nou ja, hoe dat is gegaan, ik weet niet of ik dat ooit heb verteld. Maar ik zat in de auto en hij had wel al gezegd van ik ga een liedje voor je zingen. Ja. En toen werd ik meteen gebeld door 3FM en ik was dat niet gewend. Ik reed op de snelweg, ging mijn telefoon meteen. En toen hoorde ik dat liedje en wij vonden het wel lachen en wel leuk. En we vonden elkaar ook wel een beetje leuk. En het was maar... We hadden nog geen vorm. Nee. Totdat ik op de redactie kwam bij BNN, bij de Social Club. En 3FM had het afgespeeld, hoort bij elkaar. We willen hier een item van maken. Mm-hmm. Maar ik ben net bij BNN, dus ik durf ook niet echt nee te zeggen. Nee. Jelte vond het ook allemaal wel leuk. Dus dan hebben we een keer een item gemaakt. En ik werd daar helemaal verlegen van. Kom het bij De Wereld Draait Door. Ik wist niet wat ik ermee aan moest. Dus dan gaat je hoofd zo op hol. Ja. Dat ik toen mee ben gaan naar de 3FM Awards, zat ik helemaal niet lekker in mijn vel, zat veel te veel had gewerkt. Mm. Ik had denk ik 2,5 jaar lang non-stop gewerkt en toen was eigenlijk de eerste dag van dat ik vrij was. En toen viel ik zo van in zijn armen. En dat was voor mij wel oprecht, maar zodra, toen ik een beetje rustig werd, dacht ik echt, wow, dit is veel te snel gaan, dit is veel te heftig. Het overkwam me een beetje, al die aandacht was een beetje te veel. Jelte is natuurlijk ook wel alles of niets of zo. Hij kan natuurlijk heel, hij is heel... romantisch en heel vol emotie. Ja, dus dat had ik echt nodig toen. Die liefde. Ja, totdat ik een beetje rustiger werd en wat meer ging aarden. En toen dacht ik, oh god. Zijn jullie nu weer cool? Ik heb geprobeerd af en toe als hij ergens is om naar hem toe te gaan. Maar dat is tot de dag van vandaag niet gelukt. Hmm. Maar ik heb heel veel liefde voor hem en wat wij hadden. Hij is echt een heel mooie persoon. Ja, dus daarom vind ik het ook niet leuk dat het zo is geëindigd. Het was absoluut echt. Ja, weer ontkracht, jongens. Jan ook. Ik weet niet hoe jullie bij Jan komen. Ja, maar dat is dat iedereen denkt dat wij met BNN, dat we allemaal met elkaar die in bed sliepen. Nou, soms slapen mensen wel bij. Ja, ja ik kan. Niet. Ik vond dit een hele random, maar ik moest hem er even in doen. Je zou alleen maar naar Schiphol zijn gegaan om één foto te maken in een privéjet. Ik heb nog nooit in een privéjet gezeten. En om er dan dus vervolgens weer weg te gaan? Ten eerste, ik heb ook nooit een foto in een vliegtuig gepost. I don't know waar dit allemaal voor. Nee. Ik vind het creatief wel. Er zijn wel van die bedrijven waar je dus in Rusland en zo, kan je dus naar een airport. Dan ga je in die jet zitten, maak je een foto en ga je weer weg. Maar het is nog nooit, ik heb nog nooit een foto met een fucking jet gepost. Snap je, dit is hoe je je vertrouwen in de mensheid verliest. Dit soort dingen die dan overal komen. Dit soort random dingen vaak, dat je denkt, ja, het maakt... Maar ik dacht, hij is zo random dat hij wel waar moet zijn. Ja, maar er zijn vaker van dat soort hele random dingen. Dat je. Want hij is zo specifiek random, weet je wel? Ik ben nog nooit op Schiphol geweest zonder dat ik ging vliegen. Nee, oké, dat is een goede tegenrodder. En deze, die laatste, vond ik ook gek. Maar ik dacht, ik ga het je toch vragen. Ja. Je zou onzeker zijn over je billen. Ja.
En je zou ze daarom hebben opgespoten. Oh. En er stonden ook wat vragen, zeg maar, dingen over dat je bijvoorbeeld je titel of zo zou hebben gedaan. Maar nou, die zijn absoluut niet ik gedaan. Ik kan hem me niet voorstellen. En mijn billen ook niet. Maar mijn billen zijn gewoon groot. Zij dachten dat je je billen klein vond. Ja, maar die, ze zijn dus van nature zoals ze zo zijn. Mm. Zo, en ik post er wel vaak foto's mee. Dus toen dacht ik ook, moet het dan, betekent dat dat ik daar dan onzeker over ben of zo? Maar dat is het niet. Het is gewoon mijn beste angle of zo. Maar het is toch heerlijk dat je goede billen hebt? Ja, maar dat, ik heb niks laten doen. Er worden wel heel vaak opmerkingen gemaakt over mijn lichaam. Over mijn borsten die te klein zijn. Te klein. Of mijn billen te klein. Weet je, als ik dan een bepaalde angle... Dan staat er overal dat ik een fucking surfplank ben. Die andere angle, dan heb ik een veel te grote kont. Mm-hmm. Het is altijd iets. Dus daar luister ik ook niet meer zo naar. Nee, maar ben je iemand die iets zou overwegen om te doen? Nou, ik denk meer aan als er binnen 5 jaar kinderen zouden komen. Ja. Stel je voor. Ja. Waar gaat dat dan allemaal naartoe? Ja. Alles. Ja. Dus dan denk ik meer, misschien daarna dan. Een tummy-tukje hier en daar. Ja, dat je dan een beetje... Want ik ben nu eigenlijk best wel... Het is meer ook de kunst van het leren tevreden zijn met hoe je bent. Want als ik dat ga doen, dan ga ik steeds verder daarvan. Ik wil gewoon gelukkig zijn. Dat is mijn main goal. Maar dat is zo moeilijk. Ja, maar ik merk wel dat ik dat steeds meer word. En ik denk niet dat als ik een borstvergroting neem, dat dat dan in één keer... anders is. Het is niet dat ik heel erg onzeker over één ding ben. Het is meer dat als ik een slechte dag heb of dan mensen is alles aardig, kut. Vind ik mezelf fucking lelijk. En al mijn slechte punten zijn allemaal veel groter. Vind ik het interessanter om te kijken, hey, dat doet dus een slechte dag. Hoe kan ik ervoor zorgen om dat om te draaien in plaats van overal een pleister op plakken met een borstvergroting. Mm. En ik denk ook, ik heb een littekentje gekregen ergens bij een schoonheidssalon, die ik niet ga noemen. Amerika had je zo kunnen suwen nu gewoon. Snap je? Yeah. Door gewoon iemand die zei, je hebt een adertje, zal ik eventjes? Oh. En toen merkte ik dat ik daar zo door geobsedeerd raakte, dat het licht van boven kwam en ik zag een soort kuiltje. En toen hadden ze me een andere behandeling, een soort heftige peeling, niet echt iets. Mm. En toen dacht ik dat mijn poriën groter waren. Nou, er is een soort... En dat was dus allemaal niet. Nee. Dan dacht ik, oh god, stel je voor, je laat iets aan jezelf doen. Dan ga je helemaal met zo'n vergrootglas. Ja, joh. Ja, dat... Ik weet niet of ik dat aan kan. Let's go. Ho! Je grootste afknapper bij een man? Oh, als hij het interessant vindt wat ik doe. Oh, je is zo... Ik heb één keer gehad... Dat ik naast een gast in bed lag en dat hij... Toen zei, maar ik presenteer trouwens ook. En dat hij zo de laptop... Ik zweer het. Dit is showreel of zo. Exact. Oh, gewoon net na de seks. En wat vind je wel heel aantrekkelijk? Humor. Ja. Maakt niet uit hoe groot iemands neus is. Maakt niet uit hoe iemand eruit ziet. Humor is super sexy. I agree. Wat zou je veranderen aan je eerste kus? Oh, die was vies. Oh. Ja? Hoe oud was je? 14. Hmm. En ik had gezegd dat ik al eerder had gezoend. Hmm. En ik wilde... En dat was niet. En ik vond hem eigenlijk ook niet heel leuk. Maar toen ik jonger was, dat ik dan een verkering zo met een jongen... En dat ik dan eigenlijk niet wilde. Dat heb ik ook heel vaak gehad. Dat ik helemaal in de binding zat. Ja. En ik weet ook dat hij naast me op de bank zat terwijl we naar de mini-playback show aan het kijken waren. Want die werd toen nog herhaald. En toen ging hij zoenen. En ik raakte heel... Dus als je kijkt, je weet wie je bent. Dat was niet mijn eerste keer. Heb je ooit een naaktselfie naar iemand gestuurd? Naaktfoto's? Ja, dat is een beetje een thema in mijn leven geweest. Omdat we er ooit eentje voor spuiten en slikken hebben gefotoshopt. Mm-hmm. En dat ben ik toen echt ook gaan dragen. Van oké, sexting, wat gebeurt er als zoiets uitlekt? Dus ik ben daar wel voorzichtig mee. Maar ja, ik heb dat wel eens naar mijn vriend gedaan. Maar daar kregen we ook soms een beetje gezeur over. Omdat... Wat dan? Ik zei, ja, je moet die wel verwissen. Hè? Of... Pas op met je telefoon als je me kwijtraakt. Dus ja, moet ik dan nu eenmaal een soort mijn telefoon gaan bewaken met mijn leven? Ik zei, als jouw telefoon uitlekt en of je raakt hem kwijt, dat ik zei, dan moeten we het maar niet meer sturen. Wat is de gekste plek waar je ooit seks hebt gehad? Nou, ik hou gewoon niet zo van seks op plekken waar mensen het kunnen zien. Ik krijg al instant anxiety als ik weet dat de laatste keer was in de duinen, ter Schelling. Maar ja, ik word daar echt niet relaxed van. En als ik
er komt iemand aan, er komt iemand aan. Mijn vriend doet het gewoon heeft rustig. Jullie gezien, denk je? Nee, maar het is... Ja, wat nou als je gewoon wel een soort van hobbelende kinderen die net die duin opklimmen. Kan ik gewoon niet... Ik hou niet van die spanning. Goed, nee. Maar ja, weet je, het maakt bij mij toch niet zoveel uit. Mensen denken toch dat ik iedere dag in de trein seks heb. Let's go. Ho! Wat is het laatste nummer dat je hebt geluisterd? Oeh, sorry. Oh, nou, ik heb een hele slechte muziek. Heb je goede muzieksmaak? Nee, totaal niet. Ik vind het dus heel lief en charmant als iemand gewoon kan zeggen dat ze een slechte muzieksmaak heeft. Nee, het is... Omdat iedereen altijd pretendeert dat ze de beste muzieksmaak ever hebben. Ik heb dat overgeslagen. Wat is de eerste? Kind van de duivel van je broer. Nou, ik mag niet meer meedoen. Ik ben af. Wat is de laatste foto die je hebt gemaakt? Laat zien. Ik heb wel vieze... Vieze dingen. Die kreeg ik doorgestuurd van Kai. Laat je laatste drie schermfoto's zien. Ik dacht dat we klaar waren. Bijna, dit is de laatste. Oh, dat gaat waarschijnlijk heel zweverig zijn. Your mind is like a magnet. If you think of your blessings, you attract blessings. And if you think of problems, you attract... Nou, dit soort shit allemaal. Vind je oprecht dat als je denkt aan problemen, dat je dan problemen aantrekt? Ja, want dan, wat in je gedachten is, dat spreek je ook en zoek je moed. Hetzelfde als je naar de bus loopt. En je zit er lekker in en je hebt een glimlach op je gezicht. Trek je andere shit aan en dat je denkt, fuck, deze persoon heeft dit net. Het is een soort van je houding. Maar ik kan er niks aan doen dat ik soms denk aan problemen. Nee, maar je kan je zie gedachten je het licht ook trainen. Geeft het ook op zie je? Dit is het. Nee, ik geloof daar heilig in, maar ik ben echt zo'n zwevende... Dat is niet zwevend, dat is gewoon waar de kracht van je gedachten. Okay. Ja, en dit is niet waar mensen voor deze video hebben gekeken. Die denken, het soort pornopaleis, krijg je kracht van de gedachte. Ik vond het heel lief en leuk dat je dit wilde doen. En bedankt voor je eerlijkheid. Jullie bedankt voor het kijken. Als jullie nog bepaalde gasten willen, laat het even weten in de comments. Vergeet Ben niet te volgen op al haar social kanalen voor sexy, hete dungeon foto's. En ik zie jullie heel snel weer. Dankjewel voor het kijken. Bye! Somebody is spreading a crazy rumor about me. Ik ben er van de ellende op een gegeven moment, maar was iedereen foto's met elkaar te maken. Dat ik het niet meer durfde te vragen, heb ik een tuinman gevraagd om een foto van. Wacht, hij is wel leuk geworden, maar is het is wel fucking goed awkward. Geworden? Ja, ben ik in een fucking bikinibroekje op een fiets gaan zitten. Ja, super... van ellende ga je maar gewoon mensen vragen. Wacht, maar het is heel gek wat het dus kijk hier, heb ik tegen die tuinman gezegd... Dit is de hoek! Dit is het kader. Nou, dit was te erg. En toen, kijk, dat heeft gewoon de tuinman gemaakt.